Basisketting van stokjes. Basisketting van stokjes. Eigenlijk rij lossen en met stokjes dramen dan in één keer. Wat je doet, is je neemt je draad, je werkdraad, je neemt uiteinde van de draad tussen de twee vingers en de andere daar. Haaknaald onder je draad met de klok mee. En doorhalen. Heb je eerste lus. Dan nog twee lussen, lossen dus. Heb je de drie. Draad omslaan, weer naar de eerste steek. Dan pak je twee lussen op. 1 en 2. Zie, 2 lussen. Draad om die naald, doorhalen. Draad om die naald, 1 keer doorhalen. Dan heb je eigenlijk je lossen gecreëerd van de toer. Draad omslaan, door 2. Draad omslaan en door 2. Dan heb je hier een stokje en daar een stokje. Dan gaan we de volgende doen. Draad om die naald heen, draai je werk iets. Dan zie je hier het veetje. Daar gaan we in werken. Dus draad omslaan, werk iets draaien. Alle tweede steken oppakken. Dat is 1 en dat is 2. Kijk. Draad om je naald, doorhalen. Draad om je naald, 1 keer doorhalen. Draad om je naald, door 2 heen. En nog een keer door 2. Dan heb ik 3 stokjes plus 3 lossen van de basisketting. Draad omslaan. En zo ga je door. Dus je pakt hier weer 2 lussen op. Draad om je naald heen. Doorhalen. Om de naald. Doorhalen. Om de naald. Door 2. Om de naald. Door 2. Dus omslaan. Werk iets draaien. Door de 2 steken heen. 2 lussen heen. Dat je weer een veetje creëert. Draad om je naald. Doorhalen, draad om je naald, doorhalen, draad om je naald, door 2, draad om je naald, door 2. En zo creëer je een basisketting van stokjes. Waarom een basisketting van stokjes? Als je je losse zou maken en je zou daar je stokjes in maken, kan je zien dat je werk iets dit gaat doen. Je krijgt niet de maximale rek gelijk als boven. Kijk, ik heb nou de maximale rek bijna gelijk als boven. Het zal nooit 100% zijn, maar je hebt de rek al een heel stuk meer mee als die en die gelijk. Als je hier een basisketting van losse zou maken en daar stokjes in zou maken, zal dit nooit dit doen, maar het zal het eerder dit gaan doen. Dat is de basisketting van stokjes.